Niet altijd alles wat logisch is, is ook veilig en andersom. Nogmaals, het gaat ons om veiligheid. En de veiligheid, de veiligste optie in deze, is de westzijde. Dank u wel, meneer Zielman. Het woord... Tijdens het politiek beraad van 30 mei is ook aangegeven dat wij als gemeente ons best kwetsbaar op durven te stellen en een second opinion aan een onafhankelijk bureau gevraagd hebben. Een deskundige, zoals ook onze verkeersdeskundigen uitermate deskundig zijn. Ik distancieer mij dan ook van de opmerking, CQ de vraag die gesteld is door de heer Kampman. Als ik dit zo hoor, dan is de hele argumentatie van de wethouder is gebaseerd op een rapport. Een rapport wat wij als raad niet kennen, wat de Fietsersbond niet kent, wat eigenlijk niemand kent, behalve misschien dat het hier in het huis rond zit. De wethouder zelf kent het ook niet. Vindt u dat niet vreemd, wethouder? En ik hoop met mijn uitleg dat ik u heb weten te overtuigen, omdat de westzijde veiliger is dan de oostzijde. Volgende stemming over dit amendement. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? Er zijn uitgebracht 31 stemmen en daarvan 19 voor het amendement en 12 daartegen. En daarmee is het amendement aangenomen. In termen van een verantwoordelijkheid nemen, politieke verantwoordelijkheid nemen voor een besluit. Dat moet het college uiteindelijk doen, want het college gaat iets uitvoeren. Kan het college zeggen, u amendeert een voorstel zodanig dat wij daar geen politieke verantwoordelijkheid voor nemen. En wij trekken het voorstel in. Maar het staat de gemeenteraad vrij om daar een politieke uitspraak over te doen. Volgens mij heeft het college geen enkele zeggingskracht meer over voorstellen die hier liggen waar de raad een besluit over neemt. Dan had dat voor het indienen van het amendement moeten gebeuren. Dan had daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Het college heeft nu geen enkele invloed meer daarop, volgens mij. Maar ik durf wel vaker eerlijk te zeggen dat ik er niks van snap. In die zin ontstaat er vanavond een wat bijzondere situatie. Meneer Hummels en meneer Kampman en meneer Wiets. Meneer Hummels. Ik krijg een beetje het vervelende gevoel dat het college zich hier bijna iets toe-eigent en in de hoop dat de raad zich laat overtuigen. En dan zou bij elk onderwerp waarbij het college denkt dat raadsbesluit bevalt ons niet, kunnen ze de raad raadplegen of het eventueel van de agenda gehaald mag worden. Mochten we die kant op gaan, dan kom ik hier voorlopig niet weer. Het verzoek, zoals u dat net heeft verwoord, wordt gedaan gegeven het feit dat het college probeert met het voorstel en met een onderbouwing terug te komen, waardoor er op basis van alle bekendbare feiten, ook de second opinion zal daarbij betrokken worden, een keuze gemaakt kan worden. Zegt u ja, dan bent u voor. Zegt u nee, dan bent u tegen. Ik open de stemming. Uitgebracht zijn 31 stemmen. 20 van u zeggen dat het college het voorstel mag intrekken. 11 zeggen dat dat niet het geval is. Het college heeft die vraag gedaan, dus het voorstel is ingetrokken. Bestaat dus niet meer. En het college komt met een nieuw voorstel. Daarmee is dit agendapunt afgerond.